Lars, gefeliciteerd. Je bent een van de weinigen in de Eredivisie die nog een prijs wint dit seizoen. Vind je zelf ook de mooiste? Ja, weet ik niet. Ik denk deze is ook een beetje geluk met dat je die echt precies tegen die hand aan krijgt. En ja, in dit soort situaties probeer je alleen maar jouw lichaam zo groot dan mogelijk te maken. En ook een beetje te hopen dat hij tegen jouw lichaam aanschiet en niet naast. En daarom denk ik dat het ook een beetje geluk is. Hè? Komt over die hele 16 meter ruimte en dan probeer je toch altijd om nog iets aan de bal te krijgen. En dan kreeg ik die rechterhand nog omhoog en raak die bal nog. Heb je tijd om na te denken? Het gaat zo snel, hij staat zo dichtbij. Deze situatie niet. Je gaat echt alleen naar die bal en probeert echt alles groter te maken. En alleen die bal probeer te pakken. Zo, daar kan je echt niet over nadenken wat je precies wil doen. Ja, dan zit je wel lekker in de wedstrijd. Dat is de meeste tijd, als je die eerste 1, 2, 3 ballen lekker kan pakken. Dan zit je echt in de wedstrijd. En dan heb je ook dat gevoel, vandaag gaat hier niks. Is dit ook een redding? Onderstreept dit ook jouw kracht, wat jij heel goed kan, lijnkeepen? Ja, dat denk ik wel. Hè. Dat zie je wel, dat mijn kracht is. En dat heb je ook in de laatste wedstrijd in Groningen of zo gezien. Dat is wat ik heel goed kan. Is dat Duits? Ja, ik denk dat wel ook de training in de jeugd ook wel anders is geweest. Vroeger, denk ik. Dat ze in Duitsland meer op echt ballen pakken. De focus hebben en de Nederland wel meer op meevoetballen. En dat is nu niet meer zo, maar vroeger was het wel. Was het nou voor jou ook het mooiste moment van dit seizoen? Nee, niet echt. Dan kijk ik toch meer uit naar reddingen waar je echt nog een punt kan pakken of 3 punten voor de ploeg vasthoudt. Dan tegen Groningen of tegen Heerenveen in de laatste minuut. Daar heb je dan als keeper echt zo. Nu heb ik echt iets gedaan voor de team. En dat vind ik mooiere reddingen dan dit soort dingen. Ja, nu heb je iets gedaan voor de fans. Ja. Dat is ook mooi. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, dat wel. Dat is waarom ik graag voetballen. En dat doe ik dan ook graag.